Ik doe toch even een kort woordje. Dames en heren die hier aan mij bezig zijn, hartstikke leuk dat jullie gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Het was voor ons eigenlijk een beetje de opwarmer naar het nieuwe seizoen. Waarbij we ook hebben gezegd van het is van belang dat zeker gezien alle ontwikkelingen die er zijn binnen het Nieuwse en de ontwikkelingen rondom het klooster. Dat we ook draagvlak krijgen bij het bedrijfsleven. Daar hebben we natuurlijk aan de ene kant al heel duidelijk met Stichting Bedrijven en Cultuur. Maar daarnaast hebben we gezegd van iedereen die hier in de laatste jaren bij betrokken is geweest. Intern, gebruikers die hier onze basis zijn. Maar ook heel duidelijk extern, het bedrijfsleven en onze omgeving. Kom naar deze bol en we maken er een gezellige middag van vandaag. We zijn best wel enthousiast over de opkomst die er uiteindelijk toch wel is geweest. We hadden natuurlijk veel meer gehoopt op meer. Maar we moeten ook erkennen dat we wel in een periode zitten waarin je heel veel uitnodigingen krijgt. Als ik ook even naar mezelf kijk, dan zit je in de maanden augustus, september, kun je toch al wel naar 20 bijeenkomsten op de vrijdagmiddag. En de voorzichtige conclusie die we voor onszelf ook hebben getrokken van de volgende bijeenkomst, daar moeten we misschien wel met een klein programmaatje komen en een spreker en iets doen met elkaar en met gebruikers intern iets meer nog organiseren. En dat het nog aantrekkelijker wordt om te komen. Ik vind het in ieder geval een heel leuk initiatief. Het was ook een initiatief. Dat is ontstaan vanuit de organisatie van het klooster en niet vanuit de directie van het klooster. Het is ook echt zo gekomen van, ik kreeg een mailtje binnen van, dit is de uitnodiging, wil je me even goedkeuren, ben je mee akkoord? En dat vind ik wel een compliment voor de organisatie hier intern, dat ze ook zelf hebben gezegd van, we moeten aan de markt trekken en we willen vooruit met het klooster. En ik hoop dat dat ook een signaal is richting de gemeenschap, dat we wel vooruit willen en niet terug uit willen. En dat ligt toch allemaal een beetje onder vuur nu de afgelopen maanden. En gisteren ook nog in een accommodatie elders in Brabant gezeten en die kampen met hetzelfde probleem. En ik vind dat we ervoor moeten waken dat we uiteindelijk zeggen van we gaan in ieder geval maar eens niet meer om 8:30 open, maar we gaan om 11:00 open. En als er s'avonds toch niks te doen is, dan gaan we om 8:00 maar dicht. Want dan besparen we personeelskosten. Ik denk dat je juist moet kijken van hoe kunnen we juist toch zoveel mogelijk mensen laten genieten van die accommodatie. En de raadsvergaderingen voor het komende half jaar die staan in ieder geval in mijn agenda. En ik denk dat is ook nog wel iets wat mij daar enorm in stoort. Dat je dus oordeelt over een situatie waar je op afstand bij betrokken bent als raadslid in deze gemeente. Maar dat je het uiteindelijk wel hebt over verenigingen en instellingen die hier in huis zitten. Dat je het hebt over mensen die hier al 10 jaar enthousiast een baan vervullen en waarvan je zegt van, misschien is het wel afgelopen volgend jaar, juni 2012. Ik denk als je hem omdraait en dat je zegt van, we pakken eens wat commerciële functies aan en ik ga je paspoort drukken en ik zeg tegen de ambtenaar van, ik denk dat de paspoorten uitgeven voor jou al afgelopen is volgend jaar, ga jij maar lekker naar huis. Ja, dat kun je gewoon niet maken. En ik vind dat daar wel wat meer betrokkenheid mag zijn vanuit de gemeenschap. Dat hier ook gewoon gewerkt wordt en dat hier een functie verricht wordt. En daar wordt iets te makkelijk over gedacht op dit moment. Dus daar zet maar op nu naar actueel. Actueel in nu. Dan hebben we nog een heel leuke activiteit te doen. En dat is een kaartje trekken van de bezoekers die hier vandaag zijn geweest. Die maken kans op een VIP-arrangement voor hoeveel personen? 4 personen. Compleet avondje uit. Dus dan ga ik nou maar zo doen. Ben ik benieuwd voor je bord? Nee! Actueel in Nune! Super! Dankjewel! Jee, dat was wel weer. Toch? Bingo! Bingo! Geniet ervan! Wij hadden het wel. Hij had erin. Ja, toch maar eentje. Ja, dat vind ik een heel leuk. Ik sluit hem af. Ik vind het een mooie afsluiting. Meent je? Ja, dat klopt. Een hele mooie afsluiting, ja.